We gaan niet neer. Jan, pas op, gaan waarom, naar... waarom gaat die gast niet neer? Nee! Ja, kut! Zichzelf, ja, ik hoor die granaat weggooien. Hallo mensen, fijn dat je kijkt naar deze nieuwe video. En vandaag zijn we terug met een nieuwe Call of Duty Black Ops 3 video. Want een paar video's geleden heb ik een aantal potjes gespeeld samen met Jan en Raymond. En ik moet zeggen, jullie vonden het echt heel leuk om het te zien. En ik heb geluk voor jullie, want ik heb nog 2 extra TDM potjes klaarstaan voor jullie. En die wil ik dus ook gaan delen met jullie. Willen jullie dit ook vaker zien? Laat het me sowieso weten door een duimpje omhoog. Vergeet niet een reactie achter te laten. Vergeet niet te abonneren. En dan gaan wij naar het potje. Ik pak de K44. Alleen, ik heb per ongeluk... Wacht, ik moet even dood. Waar krap je daar wel bij? Hoppa! Ja, de Cuda was echt relaxed. Alleen eigenlijk is het niet echt de map voor de Cuda. Oh, wat gebeurt er allemaal? Er zit er nog één in Redborn in het hoekje, jongens. Kijk uit. Wat een campertje. Dat hoekje. Dat hoekje! Je hebt hem wel. Hij is wel niet. Ja. Je moet oppassen hoor, mensen zitten echt wel gewoon stil, zeg maar. Ik loop echt nooit via die zijkant, via die trein, want dat durf ik niet. Want dan moet je wel rennen namelijk. Kijk, ik ga ervoor. De trein is gevaarlijk hoor. Klopt. En het ergste is dat ze daar ook ergens inspannen altijd. Ja. Yep. Alleen waar ze nu zitten, ik ben niet helemaal... Ja, ze zijn boven in het huisje. Ja, die heb ik. Oh, hey. Die heb ik ook, zit er nog een bij mij. Ja, we geraakt, is een glitch, Jan. Waar, naar achter? Ja, naar achter. Oh ja, ja, ik wist niet waar die zat, dat was mijn eigen fout. Die glitch specialist was ook wel nice, hoor. Die kan je echt heel snel gebruiken. Zit er midden bij de trein, pas op! Oh kut, ja, zeg je dat dan ja, eerder. Ja, maakt niet uit. Ja, ik geef heel de call-out voor je, ja. Ik zit helemaal mijn best te doen voor. Hier is meneer. Oh, drop shot. Ik heb mijn annihilator, hoor. Eén mid-map nog. Oh, ik moet reloaden. Dat is fijn. Zit er nog één aan bar? Oh, schiet het hoekje om, joh. Dat werkt altijd. Is er één naar boven gerend? Eentje gaat bovenin porn, pas op! Hier is neer. Denk dat er nog één zit. Ja, zit er nog één. Achter me. Ah, kuthond. Ja, die heb ik ook. Motherfucker, jongen. Oké, annihilator time. Beast mode. Je bent zo snel neer. Witte gebouw, jongens. Kijk uit. Ik kan niet raak schieten. Ja, ik heb mijn sight, maar ik wil eigenlijk eerst een UAV'tje hebben voordat ik die activeer. Left side of right side? De machine gun. Oh, the wrong side. Deze man, jongen, grappen maken. Ze komen hier! Oh, wat? Ik heb iemand door de truck heen! Oké, ik wist niet dat dat kon, maar... Goeie truck. Oh, iemand heeft glitch. Iemand gebruikt glitch, kijk uit. Of, reject! Ai. Terug. Oh, get turned, motherfucker. Ik heb mijn site geactiveerd, ik moest wel. Hoppa, bye bye! Ja, dat ding was zo overpowered, jongen. Nog één Jan voor je. Hoppa! Hey. Heeft iemand een UAV ofzo? Zo waren alle specialisten eigenlijk wel echt overpowered in deze game, hoor. Drop them. Sorry vriend, ik wist al dat je er zat. Zit hij nog in barn of is hij neer? Ik denk dat er nog in... Hij is er ook! Oh! Thanks! Je hebt mijn leven gered. Wat een camper, jongen. Kijk uit, ze spannen allemaal bij het huisje, zei ik al. Ja, ik heb mijn rave. Oh, lekker. Is dat regenerator? Als je zeg maar 2 mensen tegenkomt van voor, dan ben je eigenlijk 99% van de tijd dood in deze game. Is het een nieuw hoekje? Wat zit hier in het hoekje? Wat een campers, jongen. Wat ze staan zo hard achter en ze staan op te campen ook. Hier, jongen. Kijk uit in hier, de jongen. Hier, jongen. Oranje, je gaat pies, man. Ja, kijk, alleen maar mee in de fiets. Spawnflip, ze gaan white barn in. Ja, niet spawnflip. Andere kant van de map. Triple kill! What the fuck? Triple kill! Annihilator ready. Godverdomme, ik ben er echt niet meer van af, hoor. Kut. Dat was een goede boy met mijn annihilator. Heb je een annihilator aan? Ja, maar ik heb nog niks aan. Ja, maar ja, daar moet je mee raak schieten. Dat is niet meer mogelijk, joh. Klopt. Met de side kan je gewoon nog sprayen, maar... Annihilator, zo noemde ik hem vroeger, weet je. Annihilator. Annihilator, omdat ik hem niet kon uitspreken. Oh, yo. Annihilator. Oh, hey, jongens. Wow, ik heb de Sentex vrijgespeeld. Ik ben Ray Fabius, jongen. Zo, ik zie het. Oh, hij staat hier! Wow, wat is die gast aan het doen, jongen? Ray pakt de skills van het baasje. Oh, fuck. Ik heb net mijn war machine. Die gast zit sowieso. Zit hij nog? Oh, zit er een tegenover. Zit gewoon achter de map te campen met z'n allen. Deze! Ja, er zit er nog één achterin! Oh, nog één achterin! Ze zit er nog één! Kijk uit!
Heb jij hem niet? Nee, ze zaten al. Dan weet ik toch niet dat er zoveel zitten, joh. Gekkie. Ik kan er één verwachten, misschien twee, maar geen drie. Nee, maar ze zaten er wel allemaal. Ja, natuurlijk. Oh, hij reject. Oh, en het... hij wordt gered door zijn reject. Wat een viezerik. Lekker poppie, ja. Jongens. Joe. Oh, hey. Ik wil nog wel eigenlijk combine spelen, ja, maar... ik ook. Stronghold. Oh, yo. Ik ben er nu pas. Hou jullie sterk, Stronghold. Deze grap maak ik nu na 10 jaar, jongen. Holy shit. Ja, ik heb hem bovenal. Ik merk hem voor het eerst. Dit was echt een vibe hoor, deze map. Yep. Deze was echt relaxed. Met de M8A7 moet je deze map spelen. Waarom ga jij niet neer? Zet er nog een Jan-pas op gaan. Waarom gaat die gast niet neer? Nee! Ja, kut! Hij kilt zichzelf, jongen. Ja, ik hoor die granaat weggooien. Die zat daar in een hoekje, ja. Campers! Kijk uit! Ja, die gast zat daar echt in een hoekje. Man. Ja, joh. Ik was gewoon hier naar. Nou, huh? Dat heb ik niet gemist hoor, die campers. Wow, oh, nee. Heel gek. Ja, die gaan nooit. Pas op. Oh, midmap. Ik heb hem. Lekker, goede kill, dank u. Nog één naar boven. Oh, wat? Hoe heb ik die? Ik train achter me aan, maar. Er is nog één hoor. Ik wist dat deze hier geen inspannen. Pas op, leg je de trip maar in. Nee, doe vriend. Echt niet. Oh, nog één. Kijk uit. Ja, dank u. Maakt niet uit. Ik heb een UAV, dus dan weet ik tenminste. Er is één achter een head glitch. Ik heb mijn site ingeroepen. Oh nee, ik heb een annihilator aangezet. Maar het ligt hier een RPG, pak hem maar. Oh, nee. Oh gast! Is geen RPG, dat is een Olympia. Die Annihilator, die schiet echt traag, joh. Ik heb alles misgegaan. Iemand hebt zo'n sensor ding. Wajo. Ik heb nog een UAV. Jammer, jongen. Oh, ik was echt vergeten dat die Annihilator zo traag schiet, jongen. Wat? Lekker. Ja, die is neer, maar we draaien nog achterin ergens, hoor, Ryan. Yep. Wow, joh, ik moet weg. Ja, yeah. Te laat. Ik heb wel een UAV hier. Inbound. Ik zit in de spawnlijn. Kut! Ja, ze spannen daar nog steeds. Ja, ik had 5 punten nodig voor mijn hater en zo. Oh, echt? Ja. Waarom heb je die niet even gehaald? Dat was chill. Ja. Had jij nu een UAV-assist te geven? Ja, hey, ik roep een UAV, ja, kom op. Ik doe helemaal mijn best voor jou. Oh, ze spannen achter me. Ja, kut me gewoon. Iemand gebruikt een Jain alleen. Ja, ik dacht dat het een RPG was, maar ik pakte hem net op. Nee, het is een Jain alleen. Ik krijg ze ook gewoon niet neer. Ho! Zo, waar kom jij vandaan, gek? Ik zag je. Echt waar, jongen. Zit er nog eentje achter die headglitch midmap? Nee, met mijn noobtjoep. Komen eraan hoor, maar ik weet niet wie je waar. Lekker Ryan, lekker. We moeten door. Zap Jan, kan je ze pakken? Ze zijn al weak. Allemaal weak. Oh, ik heb er twee. Lekker. Ik heb wel UAV, ik lig hier vast nu. Wij komen eraan. Ze gaan hier sowieso... Oh shit, kut. Oh fuck. Gast, ik kan echt niet meer raakschieten met die Annihilator. Train bunker. Ja, bedoel ik. Dus neer. Ik heb een UAV'tje, ik heb geen idee waar ze zijn nu. Ja, ik heb een Annihilator. Oh, ik hoor mensen naast me. Allemaal naast Jan. Ja, maar nu heb ik geschoten, nu sta ik op de map. Ik heb er twee bij je. En dan ga je neer, ja joh. Kut. Ja, die Annihilator die kan niet meer schieten. Tuurlijk. Ik ga nu payback halen ook, want hij zit hier nog steeds in het hoekje, wedden. Oh nee, niet eens, wat? Ho! Zeg jij? Ja, Mr. Reloaden. Ja, maar die teammate liep ook niet zitten. Ik weet niet wat er gebeurde. Ja, die teammate stond erbij en die keek ernaar. Ik dacht ik ga slaan. Moet de mensen nog wat? Maar er zijn twee, ja. Ik heb die ene. Kom naar boven. Hij zit daar. Nice. Ik heb er één. Ik ga via beneden. Ik heb mijn Annihilator alweer. Boven twee man. Ja, maar... Ik heb hem met mijn Annihilator. Ik ben echt niet meer... Beast, niet meer Jan, twee in de slaapkamer in de hoek, links. Ah, joh, ik had er twee, maar er zat er nog eentje. Ja. Ik zit ook met mijn bek vol te concentreren, joh. Ik ben het toch allemaal niet meer gewend, joh. Er gebeurt al echt veel in deze game. Ja, dat is intensief. Het gaat echt hoor. Alle kanten voor zo'n grote map? Nou, groot is hij ook weer niet. Hij valt wel mee hoe groot hij is, alleen... Het duurt even voordat je er zeg maar bent. Ah, kut, sorry. Hij staat gewoon te sprayen. Ja, GG. Ik heb nog een UAV voor de laatste 2 kills, jongens. Succes, maak ze af. Nice. Lekker. Oh, lekker bezig. Oh, dit was wel echt even leuk om te spelen, man. Ja, maar echt die toegangswegen. Je hebt zo weinig dekking om naar het midden van de map te komen. Ja, maar ik denk dat het meer is dat je gewoon echt in 3 kogels neer bent. Ja, klopt.
Want vroeger was dat veel. Maar nu... Ik, andere dingen. Ja, je houdt het niet meer bij, joh. We worden oud, jongens. Hou je bek. Ik word niet oud.